Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag lees ik jullie voor uit Woesten. En daarmee neem ik jullie mee naar het begin van de 20e eeuw, 1900, waar Elisabeth, een jonge vrouw vol dromen, uitgehuwelijkt wordt aan Guillaume, de dokter. Een hele eer. Het huwelijk wordt geconsumeerd, zoals dat heet, en er komt een tweeling van. Een tweeling waarvan echter een van de jongens een misvorming blijkt te hebben. Dat is voor dokter Guillaume een slag in het gezicht en hij besluit de jongen geen naam te geven, want hij denkt dat hij toch geen lang leven beschoren is, maar nameloos blijft leven. En samen met zijn broertje Valentijn groeit hij op in dit dorpje, onder het wakende oog van hun moeder en hun vader, die als huisdokter in de dorpen werkt. Dit om een beetje te kaderen waar we ons situeren. En dan is er hun eerste verjaardag. Hun eerste verjaardag. Zij stond erop dat die gevierd werd. Hoe dan ook. En ze kreeg daarbij gelijk van tante Zoe. Haar moeder had twee hemdjes gemaakt van afdankertjes van haar vader Zaliger. En tante Zoe had twee felgekleurde houten rammelaars op de voor gekocht, aan een kraam met artikelen uit Afrika. De drie vrouwen dronken wijn. De kinderen werden van schoot tot schoot doorgegeven. En Guillaume kwam niet opdagen. Patiënten had hij gezegd, maar Elisabeth geloofde hem niet. Is hij nog altijd zo kort? Vroeg moeder. Hij zegt alleen het hoogst noodzakelijke. Elisabeth stak een stukje taart in haar mond. Het is druk met al die zieken in het dorp. En dan die twee kinderen. Moeder vergoelijkte hem, zoals altijd. Hij moet wat minder aan zichzelf denken, zei tante Zoe kortaf. Het is ook zijn zoon, of hij nu wil of niet. Zoe, het is toch waar zeker? Hij kijkt niet om naar het kind. Hij verdooft het in plaats van het mee op te voeden. Zoe, zwijg. Moeder hield de handen voor haar oren. Ik zwijg niet. Jij moet eens luisteren. Het is niet omdat uw schoonzoon meneer de dokter is en hier alle rekeningen betaalt dat hij met dat kind mag doen wat hij wil. Het is zijn vrouw, ja. Hij is ermee getrouwd. En het is de moeder van zijn kinderen. Maar wat doet hij? Hij komt hier een hele dag stom lopen en zijn eten opeten en gaan slapen. En werken? Hij brengt het geld hier toch binnen, verweerde moeder zich. Dat zou er nog aan moeten mankeren. Tante Zoe zette haar glas op tafel en nam nameloos op haar schoot. De duts kan er toch niet aan doen dat hij zo lelijk is. Ze streelde over de enkele haarpijlen op zijn schedel. Elisabeth ruimde af. De kinderen, inmiddels 16 maanden oud, zaten op een mooie zondagmiddag in de boomgaard bij het konijnenhok, onder het wakend oog van hun moeder. Het was een van de zeldzame keren dat Guillaume in de buurt van zijn kroost was. Met de handen op de rug bestudeerde hij de bladeren van de appelbomen, die roestbruine plekken vertoonden. Plots hoorde ze Valentijn kraaien van vreugde. De jongen had zich rechtgetrokken aan het raamwerk van het hok en stond nu stevig op zijn twee kleine beentjes, oog in oog met een dikke Vlaamse reus. Valentijns plezier kon niet op. Hij klopte met zijn handje op het hok en brabbelde iets tegen het beest. Guillaume draaide zich om, sloeg het tafereel gade en stapte dan gefascineerd naar zijn zoon toe. Vooruit, zei hij, stap, gebruik je beentjes maar. Hij nam Valentijn bij zijn handjes en liet hem zijn eerste stapjes in de wereld zetten. Valentijn kraaide en de verbeten grimas van Guillaume maakte heel even plaats voor een kleine glimlach. Minuscuul, maar net groot genoeg om waar te nemen dat hij trots was op zijn zoon, zijn ene zoon. Valentijn leerde lopen en stapte zo in het leven van zijn vader binnen. Vanaf dat ene moment wijdde Guillaume regelmatig zijn aandacht aan de jongen. Hij wandelde ermee naar buiten, nam hem op schoot en liet hem af en toe in zijn kabinet binnen,
waar hij uitleg gaf over de verschillende potjes en flessen, het vreemde instrumentarium dat er stond. Niet dat de kleine jongen er iets van begreep. Naar Nameloos keek hij niet om. Zelfs niet toen die op 2-jarige leeftijd ook begon te lopen. En al zeker niet toen die begon te praten. Al moet een ander woord gezocht worden voor de vreemde klanken die hij totaal verwrongen en onverstaanbaar uitstootte. In het begin zocht hij wel de aandacht van zijn vader, nadrukkelijk zelfs. Door naar hem toe te lopen en hem bij de broek vast te grijpen of aan zijn arm te trekken. Maar iedere keer draaide Guillaume hem de rug toe, of snauwde hem af, of negeerde hem gewoon, terwijl hij rustig bleef zitten lezen. Na verloop van tijd gaf het kind het op. Het zocht de warmte bij zijn moeder. En als die geen tijd had, verschool het zich in de kast in de voorkamer, tussen een stapel gesteven tafellakens en dozen met kerstversiering. Daar zat het dan, in stilte en volkomen duisternis. Over en weer wiegend met een witte kei in zijn handen. Het was intussen 7 jaar geleden dat meneer Funke uit het dorp was vertrokken. Tijdens zijn afwezigheid werd zijn tuin onderhouden door de man van Lize Bosmans, die geen werk meer had, omdat hij het harde labeur in de ast niet meer aankon. Waar meneer Funke precies naartoe was gegaan, wist niemand. Natuurlijk deden verhalen de ronde. Hij zou bij zijn zieke moeder zijn. Hij was een geleerde en moest opzoekingswerk verrichten in buitenlandse universiteiten. Of hij was naar de bergen, want hij had zwakke longen. Iedereen giste, maar niemand wist het. En op een dag was hij weer daar. Even onverwacht als hij vertrokken was. Hij wandelde door het dorp en begroette de mensen met een klein knikje, zoals vroeger. Het vreemde was dat niemand ook maar iets aan hem durfde te vragen. Alleen meneer de notaris scheen iets meer te weten, of die deed althans alsof. Elisabeth zat in de voortuin op haar knieën, het onkruid van tussen de plavuizen te trekken. Een schaduw schoof over haar heen. Ze richtte zich langzaam op om te zien wie er achter haar stond. Meneer Funke? Er werd even niets gezegd. Ze observeerden elkaar. Hij was ouder geworden, vond ze. Grijzer bij de slapen. Enkele rimpels rond zijn ogen waren dieper gegroefd dan voorheen. Dag Elisabeth, hoe gaat het met je? Zijn stem klonk nog net als toen. Het gaat. Meer kon ze niet zeggen. Hij kuchte even. Er is veel veranderd, heb ik gehoord. Het leven, zei ze. Je bent nu ook moeder. Ja, zei ze kordaat. Ze vond het goed dat hij moeder zei en niet vrouw. 2 jongens, vroeg hij. Het dorp doet zijn werk, hoor ik, zei Elisabeth glimlachend. Mensen praten graag, zei hij, maar ze zeggen zo weinig. Deze woorden brachten Elisabeth terug naar die dag aan de vaart. Dat klopt. Over u wordt ook veel verteld. Hij ontweek haar opmerking. Een van de jongens is wat ziek, polste hij. Niet ziek. Anders. Het deed haar deugd om dit zo te kunnen zeggen. Dat bedoel ik misschien. Ik weet niet wat jij bedoelt. Weer een stilte. Lees je nog? Nee. Geen tijd? Nee, geen boeken. Je hebt er toch nog een van me, toch? Oh, het ligt boven. Wil je dat ik het haal? Na al die tijd zal het niet op 1 dag aankomen. Dat klopt. Wil je er nog een? Ze keek naar haar bestofte schoenen, haar bruine kousen en dan weer naar hem, de man in het nette pak. Recht terug, wijsheid in schone kleren. Ja, zei ze. Ik heb er bij me. Hij vestigde haar aandacht op een lederen tas die hij bij zich droeg.
Komt u binnen, antwoordde Elisabeth. Nameloos sliep en Valentijn zat op de zolder te spelen met zijn tinnen soldaatjes. Een gestolen moment. Toch nog een beetje hemel. Ze gingen tegenover elkaar zitten. Hij had meerdere boeken bij zich die hij met zorg op tafel legde. Betaamt het dat ik hier ben? Vroeg hij. Voor mijn geest is je aanwezigheid een zegen. Maar ik wil u niet in moeilijkheden brengen. Zou u dat kunnen? Ik bedoel uw man. Maakt u zich om hem geen zorgen. Hij is op de hoogte. Hij is niet thuis. Het is dinsdag voormiddag. Dan is hij op ronde in het verdere gebuurte. Huis bezoeken. Dan kan ik beter meteen weer weggaan, toch? Nee, blijf. Ik smeek het u. Wat zou hij ervan zeggen? Hoezo? Als hij weet dat ik hier zit met u? Hij is niet zo'n prater, mijn man. Niet meer. Zou hij het goed vinden? Het is mijn raadsel wat hij goed of slecht vindt. Er viel een stilte, die Elisabeth opvulde met het inschenken van 2 koppen koffie. Haar handen trilden, waardoor ze enkele druppels morste op de tafel. Hij veegde ze galant weg met zijn zakdoek, alsof hij daarmee haar angst en zijn twijfels wilde wissen. Ze keek hem aan terwijl ze dronken. Voorzichtig. De koffie was heet. U hebt Loveling gelezen? Jazeker. Hierbij loog ze. Zij is een vrouw die vrij denkt. Kent u haar? Niet persoonlijk, alleen haar boeken. Ze schrijft mooi. U zou ook vrij moeten blijven denken. Is dat zo? Zoals die ene dag aan de vaart. Dat is lang geleden. Het waaide hard toen, dat weet ik nog. Toen was ik nog een kind. Nee. Een vrouw in wording. In dit dorp ben je dan nog een kind. U niet. In ieder geval denk ik niet meer zoals toen. Waarom niet? Omdat het leven dat niet toestaat. U moet het leven iets toestaan, niet andersom. Hij zette zich wat rechter, boog een beetje voorover en legde zijn fijne hand op die van haar. U moet zorg dragen voor uzelf, Elisabeth. Dat is makkelijk gezegd. Ze liet haar hand liggen onder de zijne. Ze dacht aan haar man, die iedere avond op de zolder sliep. Ze dacht aan Nameloos en ze keek naar die hand. En ze liet de haren er gewoon onder liggen. Kan ik u helpen? Vroeg hij. Op dat moment ging de dubbele deur van de voorkamer open. En stonden Valentijn en Nameloos zij aan zij. De ene met een innemende glimlach, de andere met een afzichtelijke grijns. Ik geloof niet dat u hier iets aan kan doen, zei Elisabeth, terwijl ze vlug haar hand wegtrok. Ze zag hoe meneer Funke heel even schrok en zich dan herstelde. Broertje slaapt niet, deelde Valentijn mee, wat Nameloos meteen onderstreepte door naar zijn moeder te lopen en zijn kwijlende mond in haar schoot te begraven. Ze streelde zijn hoofd. Meneer Funke vertrok een weinig later, met de belofte weldra terug te komen op een dinsdag voormiddag. Dat was een klein fragment uit Woeste. Een mooi verhaal dat mij getipt werd door Hilde. Dankjewel. Tot morgen voor een nieuw verhaal.